Alleen, volgens mij moet je met zo'n speldje vastmaken dit, hè? Want hij glijdt elke keer van mijn dikke hoofd af. Zweet komt mijn spuitgaten uit, joh. We hebben zoveel gelopen. Mijn voet is nog steeds dik. Maar ik vroeg me af hoe het gaat met die man van uit de Sittard. Die zegt van, jij kom hier in de Sittard, ze praten zo tegen mij. The whip of today. Wat zou je doen? We zijn hier zo en er komt een man naar me toe en hij zegt, ik wil jullie 1 miljoen geven, maar dan wil ik wel eerst in haar mond poepen. In jouw mond poepen. Goedemorgen jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Dubai vlog. Oh, een nieuwe Dubai vlog. Nou, ik kom dus niet meer bij mijn benen. Want Bukkel doet gewoon, ja, het is een beetje een irritant gevoel. Dus ja, Davinio, help me even met mijn patjouwbenen insmeren. Ik had ook allemaal outfits voor Kenji's broertje besteld. Alleen, voor Davio's broertje. Oh, joh, ik ben net wakker, hè. Maar, dit is dus M, maar ze vallen heel groot. Dus Davinio heeft nu al zijn kleren gepakt. Ja, dus mijn broertje heeft geen kleren meer. Dus we gaan voor hem even een paar outfits halen hier in Dubai. We gaan, Ken, we gaan niet voor jou naar de Dior, hè, als je dat denkt, jongen. Voeten. Jeetje, wat zijn voeten opgeblazen, ja, hè. Ja, dat is niet normaal. Maar we zijn nu al een dag verder, hè. Ze zijn echt opgeblazen. Ja, maar sowieso als je zwanger bent, hou je ook vocht bij je voeten. Vraag maar wat er gebeurt met je voeten als ze op de terugvlieg zitten. Ja, dan allemaal exploderen ze, denk ik. Zijn voeten waren in die vlucht van Suriname ook echt helemaal opgezwollen. Ja, toen je zo op de terug kunnen is dat. Maar ik vind het gek, want die vluchten ervoor heb ik dat nooit gehad. Jij ook niet, toch? Zo heftig. Nee. Ik heb dat nog niet eerder gezien, hoor. Ik heb nu geen foundation opgedaan, alleen mijn wenkbrauw en wimpers opgedaan. Want het is best wel heet buiten en we gaan ook... Het is fucking 40 graden. Nou, het is fucking 40 graden. En we gaan zo ook zwemmen, dus ik dacht van ja... Dan kan ik niet lekker zwemmen, jongens. Dus daarom... Je legt echt vieze snurk. Het is ook goed voor je huid, toch? Gewoon met zulke temperaturen. Maar even serieus, jij appte mij om 2:30, terwijl je om 8 uur of 9 uur zo eten bestelt. Je hebt echt 4 of 5 keer opnieuw eten besteld. Ja. En dan zeg je van ja, ik heb eten voor je gehad, maar ik was al lang aan het slapen. Ik wou je toch niet aanbieden. Ik wou iets aanbieden. Ik wou het je ook niet aanbieden meer, omdat hoe het eruit zag, het leek wel een kindermenu. Ja? Ja. Maar hoe is het uiteindelijk wel gelukt dan? Wat kan je kort uitleggen wat er was gebeurd? Ja, nou, ik had dus eten besteld. En blijkbaar bezorgen alle couriers in hun eigen district. Maar dat staat er niet bij vermeld, zeg maar, online. Dus dat weet ik dus niet. En je hebt het district Marina, wij zitten dus in Marina. Je hebt district bij Burj Khalifa, maar dat is een half uur rijden. Dus die bezorgers, die berichten mij steeds van ja, we kunnen het niet vinden, maar hun zoeken in een ander district. Mm. Dus dan kunnen ze het inderdaad ook niet vinden. Nee. Ik stuur hun het adres, ja, en het lijkt alsof hun met hun ogen dicht naar een scherm kijken, maar ik stuur ze steeds het adres. En ze kunnen het alsnog niet vinden, dus uiteindelijk heb ik via het mannetje waarbij we onze auto's huren, heb ik hem een bericht gestuurd van bro, volgens mij gaat er iets niet goed hier, want mijn bezorgers die kunnen het niet vinden. Toen zei hij ja, nee, je moet het niet via die site bestellen, heeft iemand een andere site gestuurd. En die heet iets van, die ga ik er even bij pakken voor alle mensen die dit niet hoeven mee te maken meer dan. Een seconde, ik kom bij je terug, loop maar even mee. Dus ik heb een app gedownload en dan kan je boodschappen op bestellen. Het heet Talabat, zo ziet het eruit. Dus dan weten jullie dat. Talabat, dit is hem. En dan zoek je adres in en dan vindt hij alle restaurants bij jou in de buurt. Hij zit echt bij een hotel, dat ja, niks is op loopafstand. Dus lekker dat het dan allemaal wordt bezorgd. Ja, ik zit ook te denken, hoe kan ik nou fout gaan, maar letterlijk elk appartementcomplex heet Eenmaar. Ja, ja. Want bij die Burj Khalifa zag ik ook echt heel veel appartementen dus die Eenmaar heet. Nou, we zijn bijna good to go. En dan gaan we eerst even boodschappen doen, want ik heb echt al 3 uur lang honger. Maar ik wou de video niet wakker maken. Hallo jongens, dit is mijn outfit of today. Echt de mooiste OOTD die ik heb gedaan. En ik heb deze dress met headscarf, die zit eraan vast, van Nice Store. En ik heb ook een 10% kortingscode voor de mensen die daar willen bestellen met de code Vonneke. Of Vonneke 10, dat was de naam. Maar Vonneke 10 krijg je 10% korting op alle orders en alle items op de website. Ik wou even naar Sephora gaan. Dus we gaan waarschijnlijk even naar de Marina Mall. Alleen, volgens mij moet je met zo'n speldje vastmaken dit, hè. Want hij glijdt elke keer van mijn dikke hoofd. Dus, nou, haartjes gedaan. Brah. Voor de mensen die de vorige vlog niet hebben gezien. Dit is de auto die we hebben gehuurd. We hebben hem gehuurd bij Benny Luxury Cars. En ik zet even de beschrijving in de auto. Ik zet de beschrijving.
Ik zet de link van hun Insta in de beschrijving. Voor als jullie naar Dubai gaan. Bij hun moet je zijn. En ik zeg jullie ook eerlijk, mag ik rijden alsjeblieft? Vergeleken met andere autoverhuurverzaken zijn ze echt heel erg goedkoop. Dus gaan ze sowieso eventjes checken. Aan het lopen. TikTok is echt live nu, hè? Ja. Want we hadden allemaal leuke TikTok gezien wat je hier allemaal kan doen. Alleen het is zo groot, maar het is hier wel echt mooi. Dus let ik iedereen aan de last van het niet aan het werk is. Van waar is dit, waar is dat? En ik heb deze jurk aan en ik heb het echt knijterheet. Maar het is ook sowieso 40 graden of zo nu. Zweet komt mijn spuitgaten uit, joh. Ik heb trouwens ook vandaag de wimpers op in Russian Volume van Sunglist.nl. Voor de mensen die niet weten, ik verkoop wimpers. Niet alleen hele heftige, maar ik hou zelf heel veel van heftig. Dus die draag ik eigenlijk altijd. Wel, eigenlijk zou ik allemaal verschillende wimpers moeten dragen. Maar ik draag gewoon altijd deze, omdat dit gewoon mijn fave zijn. We liepen net bij Old Town. En daar heb je ook echt een mooie spot om foto's te maken bij de Burj Khalifa. We zijn nu bij Buha of Boha. Ik weet niet precies hoe het heet, maar ik heb een burrata salade besteld. Dat... ja, ik moet even goed gaan eten. En I love burrata. Alleen, sommige mensen bereiden niet goed en dan vind ik het niet lekker. Hij krijgt van mij een 7,5. Neem even de vlog over. Je op één klikken. And now guys, we're going to Dior and we spent 10,000 euro in 2 minutes. And my little brother, how much you gonna spend today in Dior? Tell the YouTubers. Tell the subscribers. And we also reached today the 1 million subscribers. Everybody that watch this vlog can win 1,000 euro. So you gonna pay? Yes, I gonna pay at my Dior bag, no problem. And my wife, she also gonna give someone a car if you share this video. Share? Share. If you share. Dit doe ik echt altijd. Als ik er voor een keer met mensen, als mensen naast ons staan of in de lift, dan zeg ik opeens tegen voor een keer van ja, die factuur van. Ja, dat is wel. Heb je een factuur van 20.000 nog steeds niet opgemaakt? En dan zie je mensen zeggen, kijk zo van. Niet op. Eén toch? Ja, één. Hey, je laat je net van alleen, hè? Nee. Wat is jouw geluksgetal? 3. 3? Ja. En van Ken? 4. Dat zei je echt omdat zij 3 zei, anders had je echt een ander getal. Hoe kom jij op 3 dan? Dat is wel heel dichtbij die van Vonneke. Ja, heel. Nou, mijn geluksgetal is 1. Die zie ik altijd heel. Heel. Zie je die vaak? Ja, ik zie. Er is 1 getal die ik altijd zie en dat is 1. Kijk, nu bijvoorbeeld, kijk ik. Ik weet niet of dit toeval is, ik denk het niet, maar we zijn hier op 1, level 1. Wat een toeval jongens, oh my god. Nee, ik zie altijd een 1. Let op, ik ga nu op mijn telefoon kijken. Waar is die auto? Of ik een 1 zie. Nee, geen 1. Dat is geen toeval dus. Huh? Ze hebben die auto weggehaald, hè? Tuurlijk niet. Jawel. Wat tuurlijk niet, hè? Hij stond hier. Hoe kunnen ze een auto weghalen? Hij stond hier toch, hè? Hier, ik heb foto gemaakt. Ik zit op de verkeerde. Welke was het? Op, kijk, zie je daarom? Moet je altijd foto's maken waar je staat. Met blauw. Wat? Dit is volgens mij, even kijken. Moeten naar 2. Ja, moeten naar 2. Klaar, ze hebben die auto weggehaald. Weet je wat wel echt hard is aan Dubai? In de meeste garages maken ze je auto gewoon schoon. Daar hoef je niet voor te betalen. Zoals samenwerking moet ik regelen met Q-Parren. Echt, in Nederland. Dat zou een goeie zijn, jongens. Je had niet Oeh! Stelletje. Het is echt zo heet. Ik hoop echt dat ze... Zo, laat je gewoon... Je, laat gewoon
Je laat gewoon de deur vallen op je zwangere vrouw, dat is goed. Ik heb net je achterhoorden. Zie je? Altijd het negatieve benoemen. Doe, zeg eens een keer tegen de kijkers wat ik wel doe, schat. Nee, je hebt mijn benen ingesmeerd. Nou, dankjewel. Oh, dat is het enige. Nee. Allemaal, oh, kijk, nu ga ik ook nee, niet. Nee, alsjeblieft. Doe normaal. We zijn nu in de... ja, waar zijn we nu? In de... Even om me heen kijken. De traditionele markt. Ja, gewoon de goedkope winkeltjes, dat soort dingen. Want mijn broertje heeft, vond ik, had allemaal kleren besteld voor mijn broertje. Maar die waren, zijn allemaal te oversized. Dus ik heb, dit was ook dit setje wat vond ik voor hem had uitgekozen. Maar het bleek allemaal te groot te zijn. Dus we gaan nu even kleertjes voor hem halen hier. En ja, ook voor mezelf natuurlijk. En wist hij het of niet? Ik zeg je eerlijk, die mensen hier pakken me echt. Ik vraag, waar is de ATM? Hij zegt me daar, dus hij hoort, ik moet naar de appelautomaat, vraagt hij of ik nu een taxi nodig heb. Ik zit nu in de auto, want ik trok het echt eventjes niet meer met dat lopen. Het is heet, ik zweet aan alle kanten. Ik ben zwanger. Ik vind dat ik toch ben ik nog 31 of 32 weken? Ik weet het even niet meer, volgens mij 32. Maar ik vind dat ik voor 32 weken nog wel echt veel kan doen, dat ik wel gewoon lekker fit ben. Dus ja... Het gaat wel lekker hoor, maar ik merk wel dat ik snel moe ben. En Davio vergeet volgens mij echt dat ik een kind in mijn buik heb, want hij denkt echt dat ik alles nog kan. En ik liet net echt, echt voor schut, ik liet net het alarm van de auto afgaan en iedereen keek echt van, wat gebeurt daar? Nou, ik ben nu aan het wachten op Daf en Kenji, want ze zijn eventjes hier gaan shoppen. En dan gaan we denk ik weer terug naar ons appartement. Maar ik wil ook naar die museum, die zocht me gratis. Het zag er zomaar uit, we reden er ook langs, dus echt heel mooi om te zien. Alleen alles is hier zo prijzig, ik denk echt niet dat ik, ja, ik denk dat ik het misschien een paar maanden volhoud hier, dan ben ik skeer. ik snap ook echt niet waarom ik mezelf altijd zo van onderfilm. Ik moet gewoon als een normale vlogger, gewoon zo van de afstand, hoe het hoort. Maar ik film mezelf altijd zo, echt met die onderkin alles. Maar ik heb wel echt veel complimenten gekregen over mijn prachtige abaya met headscarf. Ja, Dick Shout Nanise Store. Ik heb ook nog eentje in het beige. Maar die wil ik aandoen als we naar Abu Dhabi gaan. Dus de volgende vlog of die vlog erop. Of die vlog daarop. Daar heb ik hem aan. Die is echt heel mooi. Alleen, er komen wel echt snel kreukels in abayas, man. Ja, ik had ook op Snapchat om advies gevraagd. En veel mensen zeiden ook van dat je het gewoon kan laten stomen. Alleen ik heb geen stomer. Dus moet ik me dan maar denk ik gaan halen. Maar ik vind abaya's echt prachtig. En ik wil er echt meer. Dus als ik in Nederland ben, ga ik er denk ik meer kopen. Of er moet hier een winkel zijn dat ik denk van, oh, hier verkoop is echt mooi. Dat ik wel gelijk een stuk of 10 insla of zo. Ach, wat een zwaar leven als een zwangere vrouw. Nou, ik was even mijn dirhams aan het tellen. En ik zie hier gewoon een gekke sheikje zo op die $10 biljet. Keihard hoor. El Rashid Arab. Leek de Vigno een goed idee om midden in het centrum te gaan rijden. Maar het is zo druk, we staan echt al misschien 3 kwartier in deze file. Maar niet zo lang, we staan echt al bijna 3 kwartier in deze file. De Vino is nu ook opgestaan om te kijken of er ergens een parkeerplek is. Zodat hij op het parkeervak kan staan. Maar ik denk dat we het moeten opgeven. Ik heb ook echt super veel honger. Kenji is ook echt dood volgens mij. Dus ja, ik hoop dat we nog wel even een parkeerplek kunnen vinden. En anders is het gewoon bye bye zwaai zwaai. Nou, ik zit nu in de auto met 2 sheiks. Wauw, dat betekent dat ze veel dirhams hebben, hè? Zo. Ja, gaan we naar de Gucci store? Louis store? Nee, dat gaan we niet doen. Nou, hoeveel shike ben jij nou weer, joh? Ik wil zeker in mijn bek schijten. Ja. We gaan nu naar een shisha lounge, want dat wil Daffel graag. Kent je ook. Ik ben heel erg moe, dus en ze grijnig. Toen heb ik McDonald's gegeten en nu voel ik me wel weer oké. Toen heeft Daffel me naar de McDonald's gebracht. Nee, jij zat te zeuren dat je geen McDonald's wil eten. Maar ik had een uur op jou gewacht. Dus toen mocht ik even bepalen dat ik naar de McDonald's wil.
En nu gaan we naar de Shisha Lounge. Waar zijn we eigenlijk? Bij Sheikh Rashid ST. We zijn helemaal hier naartoe gegaan naar de Dubai Mall omdat Davinio shisha wou. Maar we waren natuurlijk even vergeten dat zijn broertje Kenji minderjarig is en helemaal geen shisha mag. Het mag niet zoals wij, jongens. Volgende keer beter. Ja. Volgende keer moet ik thuis blijven. Ja. Kleine jongens, blijven thuis. Ja, wacht maar, ik ga het even houden van jou. Oeps, zo lopen. Zal ik hem op mijn verhaal zetten? Klingelingeling. 40.000 kijkers, staat die live of niet? Poep El Sheik. Poep El Sheik. Poep Sheik. Vanaf nu kent hij al Poep Sheik. Het is 1:30 s'nachts. We zijn net thuis gekomen. Ik ben kapot. We hebben zoveel gelopen. Mijn voet is nog steeds dik. Ik weet echt niet waarom ik zoveel moeite heb gedaan om te laten zien. Nou, ik heb sowieso genoeg gefilmd voor vandaag. En ik zie jullie morgen weer. Ik ga echt niet te veel praten, want ik ben moe. Ik ga douchen en dan slapen. Dus zie jullie morgenochtend weer. Doei! Goedemorgen jongens. Ik zie jullie uit. Daf en Kendra hadden heel graag dat ik tacos zien maken. Dus ik heb alles gepakt en ik ben nu helemaal klaar om eten te maken. Snap ik niet hoe het gasfornuis werkt. Even serieus. Het is ook echt ingewikkeld. Ik heb echt alles geprobeerd om het aan te krijgen. Maar het lukt niet. Dus er komt nu iemand naar ons appartement om te helpen. Om het gasfornuis aan te krijgen. Intussen eet ik even een broodje kaas. Alleen het brood is echt vies, man. Het ging ik op die zak kijken. En er staat potato bread. Dat is echt gemakkelijk aardappel of zo. Een mooie foto gemaakt toen je aan het slapen was. Ja. Een mooie foto toen je aan het slapen was. Ja, kijk hier. Mooi. Nou, zoals jullie zagen is het dus niet mijn schuld dat het fornuis het niet doet. En dat is dus een storing. En er wordt nu een heel technisch team gehaald om het te maken. Maar ja, dat betekent dus geen tacos voor de guys. Ik heb me net even snel opgemaakt en mijn haar gekruld en in speldjes gezet. Ik ga het zo eruit halen. En we zouden vandaag dus op een jacht gaan, maar ik kreeg dus net een bericht van waar we onze jacht gehuurd hebben. Dat er dus code rood is voor op de zee. Dus we kunnen niet op de zee. En ik was helemaal voorbereid om op die jacht te gaan. Ik had al mijn bikini klaargezet. Ik had al mijn hoedje klaargezet. Alles was gewoon al klaar. Ik heb nu een jurkje aan van de Boohoo. Ik zal jullie even goed laten zien hoe mijn outfit eruit ziet. Nou, dit is een jurkje van de Boohoo. Hij zit echt lekker. Ik shop eigenlijk niet bij de maternity afdeling. Omdat ik vind dat voor zwangerschapskleren hebben ze niet echt leuke dingen, man. Dus ik kijk gewoon een beetje op de site of de stof een beetje rekbaar is. Zodat ik er gewoon in pas. En kijk, dit is gewoon een jurk voor normale mensen, zeg maar. Geen zwangere mensen. Dus ja, hij past gewoon precies goed. En ik ga nu even mijn speldjes eruit halen. Hopelijk zijn mijn krullen goed gelukt. Ik wou ook eigenlijk mijn Dyson meenemen, maar dat ding is zo groot en zwaar. Ik dacht, oh, echt geen zin om dat ook nog eens in mijn koffer te doen. Dus ik heb gewoon mijn krullen dan meegenomen. Oh, ja. Ja. Ik vroeg me net dus echt iets heel randoms af. Ik heb zeg maar, als ik alleen ben. Oh ja, ik had Daf even gevraagd of die simkaart voor me wil halen, want mijn internet is buitenop. Maar ik vroeg me af hoe het gaat met die man uit de Sittard. Die dan zegt van, jij kom hier in de Sittard, ze praten zo tegen mij. Tegen mij? Ja, ik vroeg me gewoon af van, wat doet hij in zijn leven op dit moment? Echt vet random. Ik heb vaak van dat soort momentjes. Oh, mijn krullen zijn er fantastisch, bombastic uitgekomen hoor. Singlet hair, oh my god. Jongens, geloof me, als ik deze laag ga droppen, jullie gaan me echt dankbaar zijn. Gewoon alles zit perfect. De lace, de haartextuur. Het is ook Vietnamese hair.
En voor de echte haarkenners, jullie zien gewoon, dit is quality. Als ik het ga verkopen, moet ik wel eerlijk zijn, het is wel prijzig. Want voor goede kwaliteit haar moet je gewoon veel betalen. En bij wimpers dacht ik van, ik wil gewoon dat iedereen het kan kopen. Dus niet dat het 30 euro gaat kosten. Mijn wimpers kosten tussen de 12 en 14 euro. Maar bij haar is het gewoon heel moeilijk, ook omdat de koersen gewoon heel hoog zijn. Maar is het wel te kijken om ook naast deze lijn een goedkopere variantenlijn te beginnen. Maar dat moet ik eerst allemaal uittesten en daarom duurt het gewoon een jaar voordat het online komt. En ook natuurlijk met de zwangerschap, ik krijg kleine erbij. Dus vandaar heb ik de tijd nodig. Maar, is really giving. Nou, 2 uur lang heeft Davine erover gedaan om een simkaart te halen. En hij komt terug. Zonder simkaart. Dus nu gaan we even naar Marine. Wat? Ik was zeggen, het werkt zo hier dat je een simkaart krijgt met je paspoort en ik heb geen paspoort daar. Dus toch ging maar wat eten met Kenji. Ja, dus we gaan nu naar de Marina Mall. Ik heb mijn paspoort wel bij me. Ik ook nu. En gewoon even een simkaartje voor me halen. Ja, heb verloren. We hebben een nieuwe auto vandaag. Van Benny Luxury Cars. Vlog. Ja, hij is echt de plak. En het is een mooie gele Canary. Op Bobby. Ai, 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 Habibi, come to Dubai. The whip of today. En wat voor Mercedes is dit? Want ik heb echt geen flauw idee. CLS. Voor alle mensen die dat auto van dit is de AMG CLA 35. Ja, want ze zouden die echt catchen als je zo maar iets zou zeggen. Kijk, dit soort dingen maakt me zo blij. De vier komt van het tankstation. Okay. En hij weet gewoon, dit is mijn favoriete water. En ik heb niet eens iets gezegd. Dat is goed, hè? Shukran, hè? Dankjewel. Kom maar nemen. Huh? Kom maar nemen. We zijn nu onderweg naar Future Museum. Ik heb echt heel veel TikToks daarover gezien, dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. We reden er wel de eerste dag dat we geland waren. Toen had ik hem wel... Reden we er langs? De dag dat we waren aangekomen, toen reden we wel langs het museum. Het zag er echt heel mooi uit. En ja, op TikTok ziet het er toch wel, het ziet er toch wel anders uit in real life dan op TikTok. En ik ben ook echt benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Voor mijn zwangere vrouw, worden jullie niet misselijk van hoe jullie man rijdt? Want ik kan er gewoon echt niet tegen. Hij maakt me zo misselijk. Elke keer dat ik optrekken, remmen, hobbels. Nou, draag mij maar weg. Nee, ga hem dan niet in die sportstand zetten, jongen. Dat is echt niet leuk, hoor. Gewoon comfort rijden. Museum gaan. Let me over op TikTok staat dat het gratis entree is. Maar je moet dus een week van tevoren reserveren. En het kost minstens 40 dirham per persoon. Dus ja, we waren natuurlijk niet een week van tevoren ermee. Nou, we waren er dus niet een week van tevoren mee, want we dachten dat het gewoon gratis entree was. Dus we zijn niet meer gegaan. En we zijn nu bij Five Palms, eventjes iets aan het eten. En we zijn echt op een beachclub beland. Dat ik echt denk van wow, hier verzamelen volgens mij echt alle mensen die single zijn. Ook echt letterlijk elke vrouw is aan het zwemmen met make-up. Lijkt mij wel. Voor mij ziet het er wel goed uit, hoor. Ja. We hebben alles. Is dat kreeft? Wat ik wel echt dik vind van Dubai is dat letterlijk op elke hoek staat er een dikke auto. Echt hè, hier staat een gekke Mansory. Ik weet niet wat voor auto dit is. Lamborghini rijdt er weg. Hier is er ook een Lambo. We hebben net lekker gegeten. We gaan nu naar de Infinity Pool. Dat is ook bij de Marina. Dat is echt 5 minuten van ons appartement. Dus dat is lekker. Wat zou je doen? We zijn hier zo en er komt een man naar me toe en hij zegt: ik wil jullie 1 miljoen geven, maar dan wil ik wel eerst in haar mond poepen. In jouw mond poepen? Ja. Dan zou ik zeggen, ja doe maar. Ik hoef het niet in mijn mond natuurlijk. Oké, maar dan weet je dat die volledige miljoen voorbij is. Nee, die ga je gewoon splitten. 500.000 is voor mij natuurlijk.
Dus ik moet die poep eten en jij krijgt nog eens de helft ook. Ja, zo werkt dat. Zo werkt dat. Alles in een relatie gaat 50-50. Nee. Ja, voor de mensen die niet begrijpen waar deze zin vandaan komt. Er is ooit zo'n artikel naar buiten gekomen dat een vrouw zijn poep ging eten omdat... Ze dacht dat ze allemaal gratis spullen en geld kon krijgen van een sheik in Dubai. Maar daar moest ze natuurlijk wel wat voor doen. En ze liet haar allemaal rare dingen doen, zoals poep eten en zo. Ja. Zij is niet de enige die dat doet. Denk je dat veel vrouwen dat doen? Ik denk heel veel vrouwen, ja. Ik denk meer dan je denkt. Ja. Eng hoor. Echt door, hè? Ja, besef, de geur van poep is al echt al smerig. Dus laat staan hoe het proeft. Wat zou je daar... Ik vraag me af wat die sheiks daar leuk... Ik denk, ze vervelen zich gewoon zo erg. Dus ik denk van, nou laat me nu maar twee je bek schijken. Dat denk ik letterlijk, ja. Ja, toch? Van even voor gek zullen we vandaag weer eens een keer doen. Ik denk dat hun gewoon thuis zitten en denken, ja, ik wil gewoon iets grappigs zien hier. 20 ruggen, 20.000 euro. Laat me maar poepen in je mond. Heel raar, maar ja, ik denk dat het gewoon zo gaat. Ja. Mensen hebben ook hele rare fetishen. Ja, klopt. Volgens voeten. Maar dat vind jij ook lekker, toch? Je moet niet doen alsof je niet elke avond dan weer grote teen sabbelt. Yo, godverdamme. Vandaag gaan we echt snel voorbij hier, hoor. We doen ook wel best wel veel. Er is zeg maar zo'n geur wat ze echt in elke winkel hebben. Ja, over 1 kilometer naar Al-Surai Street. Er is zeg maar zo'n soortige rook. Kijk, dit is ons. Kijk, zie je dit gebouw? Nee, dit is ons hotel. Als ik hier nu naar rechts ga. Ja, hey, we zijn er. Is dat dan ons die hotel? Ja. Oh, dit is de bovenkant. Wacht, ik stuur navigatie naar mezelf. Loop jij niet? Ja. Maar we zitten nu, schat, op een, in een city mall. We zijn nu in het hotel met een Infinity. Pas maar op met een grote toestel. Ja, jij loopt hier gewoon een scheet laten. Gewoon iemand anders hier ook in de lift is. Maar in ieder geval, we zijn bij het hotel, bij de Infinity Pool. Klap je oortjes al dicht? Hij heeft 75 verdiepingen. Wow, voel ook echt een druk in mijn oor. Wow, vond je dat? Ja. Ja. Ook als je loopt, wil dat je naar beneden wilt. Ik weet dat niet. Het is inmiddels alweer avond en het is nu 7, 8 uur. We zouden naar die Infinity Pool gaan, besef, alles gaat gewoon fout vandaag. Bij de Infinity Pool moest je dus 22 zijn, omdat ze daar alcohol serveren. Maar dan denk ik van ja, in een supermarkt wordt ook alcohol verkocht. Dus ik vind het niet echt ergens op slaan of zo. En ja, Davies broertje die is dus 14. Dus vandaar konden we daar niet gaan. Alles is op een gegeven moment ook dicht vanaf 7, 8 uur. Dus er bleef weinig optie voor ons over. Dus we zijn nu weer teruggegaan naar ons appartement. Nou, dit was alweer de tweede Dubai vlog. Vond u deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie weer te zien bij de volgende video. Tot de volgende keer.